jongens, welkom bij een nieuwe video en vandaag heb ik een mededelingsvideo voor jullie. Vandaag heb ik namelijk een aantal dingen die ik graag met jullie wil bespreken. Ja, laten we gewoon gaan beginnen. Als eerst heb ik een hele leuke winactie voor jullie. Ik ga even lekker zitten hoor jongens. Namelijk, binnenkort komt de Dutch YouTube Gathering er weer aan en ik zal hierbij ook aanwezig zijn. En ook dit jaar mag ik weer 2 tickets weggeven. Hieronder staat een linkje en via dat linkje kan je meedoen aan de winactie. De DTG zelf gaat de winnaars uitkiezen. Dus over een tijdje zullen jullie dat vanzelf te horen krijgen. Ook heb ik hier beneden een linkje staan voor mijn besloten meet and greet. Aankomende DTG heb ik namelijk ook weer mijn eigen meet and greet. En hiervoor kan je alvast tickets bestellen. Deze zullen gewoon gratis zijn, maar deze heb je wel nodig om in de rij te kunnen staan. Dus wil je mij nou ontmoeten op de DTG? Zorg dan alvast dat je deze tickets hebt, zodat je gewoon een zekerheid hebt dat je met mij op de foto kan en dat je mij kan ontmoeten. Ik heb er namelijk weer heel erg veel zin in dit jaar om jullie te ontmoeten en om jullie te zien. En we gaan er gewoon weer iets heel erg leuks van maken. Dit jaar is de DTG wel op een andere locatie, dus ik ben ook heel erg benieuwd hoe het gaat zijn. Hoe het er weer uit gaat zien en wie er ook allemaal weer gaan zijn. En dan heb ik nog een heel erg leuk nieuwtje. En ik vind het heel erg eng om te vertellen, maar ik vind het ook wel heel erg leuk om te vertellen. Ik ben namelijk de afgelopen maanden met iets bezig geweest. Iets wat ik zelf heel erg leuk vond om te doen. En iets wat ik ook al heel erg lang wou. Ik heb namelijk een nieuw kanaal opgezet. En ik ben hier onwijs hard mee aan het werk geweest om alles vooruit te werken, om te zorgen dat ik in ieder geval gewoon consequent kan uploaden. Dit kanaal gaat vooral gericht zijn op hele kleine kinderen, dus echt een beetje op de Luna en Marley leeftijd. Dus ben je nou mama, ben je nou papa en je hebt kinderen van hun leeftijd 3, 4, 5, 6, 7, 8 jaar oud, dan is dit kanaal denk ik helemaal leuk voor hun. Vergeet dan natuurlijk niet alvast je kinderen erop te laten abonneren. En zelf mag je hier natuurlijk ook op abonneren. Aankomende maandag komt de allereerste video online. En dit is een unbox video. Die week erop komt geloof ik een sfeervideo online. Waarin de kinderen gaan zwemmen. En waarin je dus kan zien hoe dat nou... Ja, gewoon leuke video's. Er komen voorleesfilmpjes. Er komt van alles op online. Knutselfilmpjes, slijmvideo's. Het gaat gewoon echt een kinderkanaal worden. En ik heb er heel erg veel zin in om dit kanaal... Ja, om de ontwikkeling daarvan te zien. En ja, de afgelopen maanden heb ik daar gewoon met heel mijn hart en alle tijd die ik had en alle energie erin gestoken om dit voor jullie op te zetten. En ik heb gekeken of Luna en Marley de content leuk vonden. Nou, die vonden het in ieder geval heel erg leuk om te kijken. Dus ik ben gewoon heel erg benieuwd. Ook daarvan staat het linkje hier in de beschrijving. En dan hoop ik jullie allemaal daar op dat kanaal te zien. Natuurlijk blijft dit kanaal ook gewoon bestaan en zullen hier ook gewoon filmpjes op geüpload worden. Aankomende week komt er weer een hele leuke vlog online. Dus ja jongens, ik weet gewoon niet meer zo goed wat ik moet zeggen. Ik heb er gewoon heel erg veel zin in. Abonneer gewoon allemaal op dat nieuwe kanaal. Zeker als je wat jonger bent en je vindt kindercontent nog heel erg leuk. Of als je mama bent en je hebt kleintjes, abonneer er dan op. En je gaat het vanzelf allemaal zien. Ik hoop dat jullie het weer een leuke video vonden met leuke nieuwtjes. En dan zie ik jullie gewoon snel weer. Vergeet vooral de video niet te delen aan iemand als je denkt, hey, deze video, die heb je echt nodig. Check het. En dan zie ik jullie gewoon snel weer met een nieuwe video. Vergeet me ook vooral niet te volgen op Instagram, want daar ga ik de aankomende dagen echt super veel dingen op posten die interessant zijn. Dus volg me daar ook op, @DarcyLazar. En dan zie ik jullie gewoon allemaal snel weer met een nieuwe video. Bye!